feet don't own pain. I tried my best, I like to say, Jesus, please hold on. When I simply don't have it, my heart can't give you praise. Doesn't care to even say I still believe that you're bigger than all these things. When I can't find what to say, smile, you know you love. Sometimes I pray that I still can't feel the peace that you claim you would give when we had a hard day. No, I really shouldn't ask, do you record all my bad? Will they put me in hell? Or is that a myth that the preacher said? Beste mensen, goedemorgen. Excuus dat jullie even moesten wachten, zangteam. We beginnen de dienst altijd van tevoren om samen nog even de dienst door te nemen en dan te bidden voor de dienst. En vanmorgen was ik daar samen met Mark. Wij komen helemaal uit het verre poort om jullie hier vanmorgen te dienen. En wij zaten daar met z'n tweeën in die zaal in het donker te wachten tot iedereen kwam. Dus ik dacht, nou ja, nu praat ik eventjes met iemand anders, dan moet de rest maar even wachten. Maar we zijn blij dat we hier mogen zijn. En het is goed om elkaar weer te ontmoeten als gemeente. Het is goed om elkaar te zien. En het is in het bijzonder goed omdat we hier niet zijn omdat we elkaar nou alleen maar zo heel leuk vinden en elkaar hebben uitgezocht. Maar we zijn hier omdat de Heer God ons heeft uitgezocht. En hij heeft ons op het oog. En hij heeft wat met ons te delen, wat met ons te bespreken.
En dat doet hij natuurlijk de hele week en elke dag opnieuw. Maar dat doet hij op zondag in het bijzonder. Want op zondag wordt zijn woord verkondigd. En dan krijgen we daar uitleg bij. En dat is het moment waarop de Heer God zegt, ja, nu wil ik jullie heel graag even bij de les hebben. En nu wil ik graag dat jullie naar mij luisteren, want nu kan ik in het bijzonder tot jullie spreken. En daarom is het goed dat we hier zijn op zondagmorgen of op zondagmiddag in de dienst. Omdat dat het moment is waarop we alles van de hele week even tot rust kunnen laten komen. En we laten het achter bij de voordeur voor zover als het lukt. En dat klinkt natuurlijk altijd mooier dan het in de praktijk is. En dan mogen je hier, mag je in de zaal zitten of je zit thuis en je probeert je te concentreren op de dienst. En dan mag je luisteren naar wat de Heer God tot je zeggen wil. En dan mag alle andere stemmen mogen even stil worden. En mogen we stil worden en luisteren naar de Heer God. Van harte welkom mensen die hier misschien voor het eerst zijn. Of misschien voor een van de eerste keren. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Ik hoop dat je een plekje vindt hier. En doe maar gewoon mee met wat er gebeurt. Laat het maar over je heen komen. Dus als je zegt, ik doe lekker mee, want ze gaan staan, dan ga ik ook staan, mag. Als je zegt, nou, zover ben ik nog niet, dan blijf je rustig zitten, mag ook. Maar geniet, ik hoop dat je ervan geniet, van wat er gebeurt vanmorgen. Mensen die misschien meeluisteren of mee hier in de dienst zijn met een andere taalachtergrond. Ja, dat is soms best ingewikkeld in het Nederlands en wij ratelen maar door. Ik hoop dat je even goed een goede en gezegende dienst hebt en dat je er de boodschap van de Heer God hoort. En dat je ook in de gebeden en in het zingen mee kunt maken wat de Heer God tot je zeggen wil en hoe we samen de Heer God groot maken. In het bijzonder welkom aan de kinderen en de tieners. Even kijken, waar zitten de kinderen en de tieners? Mag ik wat handen zien? Ja, kijk, daar zit een hele grote groep. Mooi zo, daar. Daar nog, kijk eens even. Juf Kawena heeft haar handen vol zometeen, zie ik. En dat is hartstikke goed. Dus fijn dat jullie er zijn. Want de Heere God is niet alleen een God van grote mensen. Ook al praten wij daar heel veel over. Maar de Heere God is zeker ook een God die kleine kinderen ziet. Die kinderen ziet en heel veel van ze houdt. En heel graag wil dat jullie hem nu ook al leren kennen. En ook de tieners, van harte welkom. Ik heb zometeen nog een mooie mededeling voor jullie. Maar daar komen we zometeen aan terug. In het bijzonder welkom aan Mark. Ik had hem al geïntroduceerd. Mark, welkom. Fijn dat je er bent vanmorgen bij ons. We wensen je een hele gezegende dienst. Mark gaat verder in de serie over Petrus. En verder is eigenlijk ook een beetje weer terug naar waar hij gebleven was. Want er was wat gehusteld in de volgorde. Maar we gaan vandaag weer luisteren naar de brief van Petrus. Mark, heel veel zegen. Ik heb een paar mededelingen vooraf. En dan gaan we zingen en de dienst beginnen. Zometeen om 12 uur is de Engelstalige dienst van de Grace Ambassadors English Community hier in de zaal. We wensen ze een hele gezegende dienst hier vandaan. En als u zegt, dat is mooi om een keer bij te zijn, of ik wil ze ook een hart onder de riem steken met mijn aanwezigheid, maak daar gebruik van om 12 uur hier in de dienst. Vervolgens is er vanmiddag om 2 uur dienst in het Farsi van onze Iraanse zustergemeente. Ook van harte aanbevolen om een keer bij te zijn of om in uw gebeden mee te nemen. Volgende week, zondagavond 29 januari, is er om 6 uur Spaanse dienst, waarin Peter van Ols zal voorgaan. Ook daarvoor bent u namens de Spaanstalige gemeenschap van harte uitgenodigd. En maak er gebruik van om dat een keer mee te maken. Op 5 februari is er in de morgendienst om 10 uur hier in het missiecentrum een gezamenlijke dienst voor alle wijkgemeentes van de Wegwijzer. En dat is omdat we dan hopen onze nieuwe ambtsdragers te bevestigen. 3 nieuwe ouderlingen. Van harte bent u daarvoor uitgenodigd. U hier en buiten, omdat er ook vanuit jullie midden een ouderling zal worden aangesteld. Maar ook vanuit de andere wijken. Ik hoop dat u ze hartelijk welkom heet. En dat we samen een hele mooie dienst mogen hebben. Want we hebben ouderlingen nodig om de gemeente te leiden. Om mee te denken. Om u alle ruimte te geven om gelovigen te kunnen zijn in de stad Almere. En het is heel fijn dat we uit allerlei wijken ook ouderlingen hebben gevonden die zich beschikbaar hebben gesteld daarvoor. Dus dat is mooi om samen te doen en daar samen ook de Heer God voor te danken. En we zullen dan ook afscheid nemen van de ouderlingen die uit dienst treden. Dan is er op 5 februari 's avonds ook jongerendienst. En ik had jullie al gezegd, daar kom ik even op terug. 5 februari 's avonds om 6:30, dus let op, afwijkende tijd. Om 6:30 worden de tieners verwacht hier in het missiecentrum. Want dan is er een Valentijnsgala. Ja, dat wordt wel weer aangekleed. Dat zijn we gewend van de jongerendiensten, maar dat is deze keer zeker zo. Vandaar ook dat jullie eerder verwacht worden, 6:30. Een Valentijnsgala, dan snap je dat je in pak wordt verwacht. En als ik het goed heb gelezen, dan moet er een klein tintje rood in zitten.
En ik neem aan dat dat niet bedoeld is de rode sok, maar ergens in je kleding dat je laat zien. Ik zie er netjes uit, maar er zit een kleurtje rood in. Van harte welkom alle tieners van onze gemeente, maar zeker ook vrienden en vriendinnen die je kent of tegenkomt. Nodig ze uit voor het Valentijnsgala op 5 februari om 6:30. Dan hebben we 18 februari, dan start de toerismuscursus Pastoraat. Daar gaan we in 8 zaterdagen, word je onderwezen in het geven van pastorale zorg. Dus als je kerngroepleider bent of je komt mensen tegen bij de voedseluitdelen, bij de care, allerlei momenten waarop je zorg kunt, wilt, moet, mag dragen voor mensen die ook geestelijke vragen hebben. Dan is het van harte aanbevolen om deze toerustingscursus te doen. En dat doen we hier vanuit onze eigen gemeente. Dus vanaf 18 februari gaat dat van start. Meer informatie is ongetwijfeld te vinden achter bij de balie. En anders dan moet u mij opzoeken, dan help ik u op weg. Maar maak daar zeker gebruik van. En dan tot slot de laatste, 28 februari. Dan start de cursus Wegwijs in de christelijke gemeente. En dan is voor mensen die lid willen worden van de christelijke gemeente De Wegwijzer. Dan nemen we u mee door wie zijn wij, wat doen wij, wat geloven wij. Zodat u ook echt een bewuste keuze kunt maken om deel te nemen aan deze gemeente. Van harte aanbevolen. En ook als u zegt, ik ken nog wel iemand voor wie dat wat zou zijn. Nodig ze van harte uit. Meer informatie en mogelijkheid voor aanmelden op de website. Tot zover de mededelingen. Hartelijk dank voor uw geduld. Ik hoop dat u het nog hebt gevolgd. En anders dan komt u er maar op terug. We gaan samen de dienst openen door samen te zingen. Het lied Adonai en daarna het lied U bent heilig. Een hele gezegende dienst gewenst.
lied dat we zingen is U bent heilig. En dan zingen we als mannen en vrouwen apart. De mannen zingen. Ik ben dus de man nu. Ja. Als en de vrouwen zingen met mij mee. En dat is ook in het refrein zo. Perfecte aanbidding heeft niets te maken met of we het juiste regeltje hebben gezongen. Of dat de juiste regeltjes op het scherm stonden. Maar de perfecte aanbidding heeft alles te maken of het diep uit ons hart kwam. En diep uit ons hart mochten we beginnen vanmorgen. Met te zeggen tegen onze God, ik wil zingen. En ik wil juichen. Ik wil in aanbidding mij buigen. En het kan zijn dat je hier zit en dat je je zo voelt. Dat je denkt, ik ben in een juichstemming vandaag. En misschien zeg je nou, ik zit in een diep, diep dal. Ik heb helemaal niet het idee dat ik wil zingen en juichen. En toch mogen we in hoop op God zien. En is het ook dan goed dat je er bent. Want dan mogen we om elkaar heen staan. En dan mag de een tegen de ander zeggen, als jij niet juichen kan, pak ik jouw arm. En houden we hem samen omhoog en eren we onze God. Want van hem verwachten we het vanmorgen.
We verwachten het van onze God, van Hem die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Van Hem die trouw blijft tot in alle eeuwigheid. Van Hem die nooit loslaat het werk wat zijn handen begonnen zijn te doen. Onze hulp en onze verwachting van morgen, in de komende week en in heel ons leven is alleen van Hem. En ook mag ik u groeten in zijn naam. En mag ik u zeggen, genade en vrede van onze Heer Jezus Christus voor u allemaal. Amen. Ik wil u graag ook voorgaan in gebed. Ja, Heere God, dank u wel. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn deze morgen. En dat we u mogen eren. Dat we u mogen aanbidden. Heere, en dank u wel dat u als grote en machtige God, ik bad het vanmorgen ook al, maar het is zo bijzonder, Heer. Dat u als grote God, die boven de hemel, boven de aarde staat, die alles gemaakt heeft, dat u ons ziet en dat u hier in ons midden bent vanmorgen. Daar danken we u voor en ik bid u ook dat u vanmorgen hier de hoogste plaats gaat innemen. Dat het vanmorgen alleen maar gaat om u, Heer Jezus. Heer, en dat u tot uw doel gaat komen in ons. Heer, wilt u vanmorgen, wilt u alles wat tussen u en ons instaat, wilt u het wegnemen. Heer, wilt u ons vergeven wat niet goed is geweest. En wilt u ons helpen om ons hele hart vanmorgen op u te zetten. Zodat u tot ons kunt spreken. Zodat u ons kunt bemoedigen als we dat nodig hebben. Zodat u ons kunt aanmoedigen als dat nodig is. Of vermanen. Heer, maar wilt u tot ons spreken vanmorgen door uw Heilige Geest. En dat bid ik u, Heere God, voor de kleinste kinderen. Tot de oudste onder ons, voor ons allemaal. Spreek tot ons. Heer, en we danken u. Heer, we danken u dat u ons ziet en kent. Heer, en dat u weet of we hier zijn en ja, heel goed in elkaar steken vanmorgen en vrolijk zijn. Of dat we verdriet hebben, of dat we pijn hebben, of dat we ziekte kennen. Heer, u weet het. En u weet ook wat we nodig hebben. Heer, we willen u danken dat we alles bij u mogen brengen omdat u onze Vader bent. En wij uw kinderen zijn. Heren, en zo willen we u bidden. Heren, we willen u bidden voor Wesley. We hebben vaker voor hem gebeden. We willen u danken, Heere God, dat de operatie goed gegaan is. En willen u bidden voor zijn herstel. Heere God, we willen u ook in het bijzonder bidden vanmorgen voor Ton en Kobi. Heren, willen u bidden als hun kleindochter op 10-jarige leeftijd, Heren, naar u is gegaan. Heren, dan willen we u echt bidden. Heren, dat u het waar zult maken wat u zegt in uw woord. Dat uw Heilige Geest een helper en een trooster is. Heren, want we kunnen u niet altijd begrijpen. Heren, en dat hoeft ook niet. Maar we hebben u wel heel hard nodig, Heren. In al dat verdriet. Heren, we bidden u dat voor hen. En ik bid u dat ook voor Matthijs en voor Sarah. Heer, ontferm u over hen. Heren, wilt u het onmogelijke doen in hun harten? Heren, in de harten van de familie en in ieder die er omheen staat. Heren, ik wil u ook in het bijzonder bidden, ook als ze vrijdag hier op deze plek een afscheidsdienst zullen hebben, dat u daar heel krachtig aanwezig bent, Heer. Heren, en dat u, Heren, echt zult laten zien, ik ben de trooster. Heren, en we danken u voor de troost die we hebben. Heren, zonder u hadden we helemaal niets. Heren, maar nu mogen we weten. Heren, dat er eeuwig leven is. Ook voor Mitte. Heren, en dat ze gelukkig mag zijn. Heren, ook op dit moment, omdat ze bij u is. En er is geen betere plek om te zijn dan bij u. Maar dat neemt niet weg, Heer, dat er hier veel verdriet is. Heren, we willen u danken. Heren, dat we ook dat verdriet bij u mogen brengen. Heren, we willen u danken. Heren, dat we
een plek mogen hebben hier waar we om elkaar heen mogen staan. Waar we gemeente mogen zijn. Uw gemeente. En we hebben elkaar zo hard nodig. Heer, en we danken u dat uw gemeente hier samen mag komen, maar ook op allerlei andere plekken. En we bidden om uw zegen, ook daar. Heer, als we straks de Engelstalige dienst zal zijn, de Fassische dienst. Heer, wat een zegen. Heer, wat een zegen dat vanmorgen ook in stad West, in stad Oost en in Hout mensen samenkomen. Heer, wat een zegen dat er vanmiddag jong en oud dienst is in Poort en dienst is in Haven. Heer, wat een zegen dat er op heel veel plekken in deze stad, Heer, de christenen samenkomen in allerlei kerken of gemeentes. Heer, van de week hadden we een week van gebed. Heer, u weet dat u was daarbij. We waren met vele kerken samen. Heer, we bidden u om uw zegen over elke kerk en gemeente in deze stad op deze dag. Heer, dat u, Heer, uw werk mag doen op al die plaatsen. Dat er gezegend mag zijn, zodat ze tot zegen mogen zijn voor deze stad en in deze stad. En we dragen ook onze stad aan u op. We bidden u voor Almere. We bidden u voor de gemeenteraad, voor het college. Voor de nieuwe burgemeester die straks gaat komen. Heer, we bidden u, zegen ze met wijsheid en met inzicht. En wilt u geven, Heer, dat velen van hen hun hart op u mogen gaan zetten. En als ze dat al doen, Heer, dat ze uw stem mogen verstaan. Heren, we danken u. Heren, dat we alle dingen bij u mogen brengen. Onze stad, ons land, deze wereld. Heren, we denken u ook aan zoveel vluchtelingen op deze wereld. Heren, het zijn er miljoenen. Heren, het is onvoorstelbaar zoveel mensen er op de vlucht zijn. Heren, ontferm u over deze wereld. Heren, ontferm u over uw kerk die in de verdrukking zit. Heer, als we gedankt hebben voor de vrijheid die we hier hebben, maar we bidden u voor uw kerk in verdrukking. Heer, we bidden u voor uw volk Israël en we bidden u om de vrede van Jeruzalem. Heer, we danken u, Heer, dat we mogen uitzien naar uw komst. En ook dat bidden we u, kom spoedig, Heer Jezus. We willen u verwachten. Heer, maar tot die tijd bidden we u, zegen ons, maak ons tot een zegen en laat er nog vele mogen ingaan, Heer, en u mogen leren kennen, ook in deze stad. Heer, we danken u en we prijzen u. En we bidden u als we nu uw woord gaan openen, dat u ons de ogen ervoor opent door uw Heilige Geest. Heer, uit genade bidden we dat, want we verdienen het niet. En we bidden het in de wonderbare en in de krachtige naam van uw Zoon Jezus. In Jezus' naam, amen. We gaan lezen uit de tweede Petrusbrief. En het is de laatste preek uit de Petrus-serie. En dan zegt u, maar er zit toch nog een hoofdstuk achter. Maar die had ik al gedaan. Ik had even stiekem een hoofdstuk overgeslagen. Dat kwam beter uit. Maar deze had u nog te goed. En we hebben een flinke schriftlezing. 2 Petrus 2. Het hele hoofdstuk wil ik graag met u lezen. 2 Petrus 2 vanaf het eerste vers. Maar, zegt Petrus, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige
die in hun midden woonde, heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten. Die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Ze zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. En zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Ze verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in het hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Ze hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtredingen gekregen. Want het stomme lastdier dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door de wervelwind voortgedreven worden, voor wie in de diepe duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheid mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Ze beloven hun vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Want als ze de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou eens beter voor hen geweest zijn dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat ze die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: de hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Nou, dan begrijpt u waarom het thema is: ik waarschuw je. Ik zal er straks meer over delen. Maar eerst gaan we met elkaar een kinderlied zingen. Daarna hebben we het kindermoment. En na het kindermoment zingen we nog een lied. Er zal ook de collecte zijn. En kunt u geven via de QR voor het werk van de wegwijzer in deze stad. We gaan met elkaar. Steeds opnieuw vergeven, die
gedaan. Kinderen mogen naar voren komen. Zo. Nou, goedemorgen, lieve kinderen. Hey, afgelopen weken hadden jullie een mooie boek, de boek van Lucas, hadden jullie verhalen gehoord over de Heer Jezus. Nou, dat gaan we vandaag ook doen. We gaan een verhaal horen over een jas. En toen ik het verhaal las thuis van de weekend, toen dacht ik aan iets. Hè. Stel je voor, ik heb een mooie jas in de kast liggen en ik had het heel lang niet aangehad. En ik vraag even aan man, wil jij dat even strijken voor mij? En dan straks kom ik het aandoen en wil ik naar kantoor daarmee. Kom ik erachter, hij heeft het gestreken en er zit een gat in. Ik vraag mezelf af, wat ga ik doen? Dus ik kocht een nieuwe jas. En ik knip gewoon mooi een stukje vanaf en ik plak het gewoon op het gatje. Wat vinden jullie ervan? Goed idee, toch? Nee? Ja, maar dan heb ik weer mijn jas, dan kan ik het aandoen. Je kan beter een nieuwe jas kopen. Anders is die nieuwe jas stuk. Ja. Dan moet je weer geld geven. Ja. Dan moet je weer geld geven. Dat is ook waar. Ik weet wel nog wat. Of je kunt iets anders doen. Gewoon naar de maker gaan van een jas. Wat? Ja, dat kan ook. Eigenlijk moet je gewoon niet je papa laten strijken. Want je weet dat de mama's het beter kunnen. Ja, nou, jullie gaan het hele verhaal horen. Jullie gaan het hele verhaal horen. Ja, ik ben helemaal van mijn apropos weer. Jullie gaan het verhaal verder horen van de juffen. Wat eigenlijk Jezus had gedaan. Jezus die spreekt altijd met vergelijking. En dan ga je straks een verhaal horen waar jij, Jezus, een vergelijking maakt. Wat er dan eigenlijk moet gebeuren, of tenminste, hij laat ons even nadenken. Misschien was mijn plan met het jas ook niet helemaal goed. Maar dan gaan jullie straks even lekker met de juf even een verhaaltje horen. En dan kunnen jullie ook samen met de juf nadenken. Wat bedoelt Jezus nou helemaal met het jas? Goed? Nou, hele fijne kinderdienst. Met kleden van fijn linnen. Laat het huis.
het huis gereinigd zijn en schoon. Ik denk als je vroeger of een aantal jaren terug zou vragen, waar ging de preek over? En je wist het niet helemaal, dat je misschien zou kunnen gokken over zonde en dat het niet mag. En dan zat je misschien vaak wel goed. Ik denk als je vandaag de dag zou vragen, waar ging de preek over? Dat je zou kunnen zeggen over de Heer Jezus en alles is genade. En dan zit je meestal wel goed. Als Petrus deze brief schrijft. Jullie weten het misschien nog als je de serie een beetje gevolgd hebt. Dan is het in de tijd van Nero. Weet je wel, diegene waar ze zegt van zo noem je alleen nog je hond. In de tijd van Nero en de christenvervolging. En Petrus zit in de gevangenis en is in afwachting van zijn vonnis als hij de tweede brief schrijft. In de eerste brief staat de christenvervolging op de stoep en in de tweede brief is het volop aan de gang. Petrus zit in de gevangenis, hij wacht op zijn vonnis. En we weten nu dat dat zijn doodvonnis geweest is. En dan schrijft hij nog een indringende brief, de tweede Petrusbrief. En vandaag kijken we dan naar hoofdstuk 2. En hij begint hoofdstuk 2 weer met het woordje maar. En ik heb al eens vaker gezegd, dat doet hij de hele tijd. Hoofdstuk 1 en 2 is één grote verwijzing. Het is één verhaal. Het is één groot betoog. De hele tijd zegt hij, maar dan is het zus en zo. Want het zit zo en zo. Omdat dit en dat zo zit. En dat gaat de hele tijd maar door. En omdat hij zegt, maar grijp ik nog heel even terug op hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 heb ik het erover gehad dat Petrus duidelijk probeert te maken, zei ik, dat je een soort van drie bouwstenen hebt in ons christelijk geestelijk leven. En ook in ons leven als kerk of gemeente, maar ook persoonlijk.
En ik zei toen, die eerste bouwsteen is, God houdt van jou. Hij heeft je lief. En je mag komen bij de Heer Jezus. En hij staat er met wijd open armen. En hij wil jou in zijn armen sluiten. En je mag komen bij de Vader. En je mag zitten bij de Vader op schoot. En je mag zijn liefde en zijn genade ervaren. Tot in het diepst van je wezen. Ik zei al eens, die eerste bouwsteen is in de huk bij de Heer Jezus. Maar je kunt niet alleen maar daar blijven. In een gezond christelijk leven moet je een stap verder. En komt er een bouwsteen bovenop. Die eerste bouwsteen gaat niet weg. Je mag altijd nog de liefde van de Vader ervaren. Je mag altijd nog regelmatig bij hem komen. En bij hem op schoot zitten en getroost worden. En zijn liefde ervaren. Maar je moet een stapje verder. En dan gaan we in de leer bij Jezus. Je wordt een discipel. En je gaat leren van de Heer Jezus. Je wordt een leerling. En als je geleerd hebt van de Heer Jezus. Ja, dan zei ik al, je kan niet je leven lang in de schoolbank aan je blijven zitten. Je kan een leven lang leren, dat is hartstikke goed. Dus hou die bouwsteen, maar je moet ook verder. Als je alleen maar blijft leren en je gaat er niks mee doen. Ik heb toen gezegd, dan word je een obesitas christen. Je ploft haast. En zij gingen van conferentie tot conferentie. En zij voeden en ze voeden en ze gingen aanbidden en nog meer zingen en nog een preesavond en nog een conferentie. En we ploffen bijna, maar er gaat niks uit. En daarom zei ik, de derde bouwsteen is, het is belangrijk dat we een apostel worden. Iemand die gezonder wordt in de naam van Jezus. Iemand die het geleerde gaat toepassen. Die zijn leven gaat heiligen. De rotzooi eruit, het goede van God erin en dat weer doorgeven aan de ander. Als een apostel. En met die drie bouwstenen krijg je een gezond christelijk leven. Leert Petrus ons in hoofdstuk 1. En Petrus moedigt ons aan om uit de liefde voor Jezus de eigenschappen van Jezus toe te passen in ons leven. In jouw leven. En om daarin vol te houden, ook als het tegen zit. Zodat Jezus zichtbaar wordt door u, door jou en door mij heen. En dat liefde, zegt Petrus dan, dat liefde het resultaat zal zijn en de vervulling van dit alles. Petrus zegt, als we dat zo doen met elkaar en als we daarin volhouden, dan krijg je een huis vol met liefde. En waarom is dat allemaal? Hij zegt nou, om de wereld te laten zien wie Jezus is en wat hij uitwerkt in mensenlevens. Petrus roept ons op. Hij zegt, een christenleven is een veranderd leven. Is een godsvruchtig leven. Is een leven met als resultaat een huis vol liefde. En Petrus zegt, ik hamer daarop en ik hamer daarop. En ik hoop dat jullie na mijn dood daar nog over zullen praten. Nou, dat doen we 2000 jaar later nog steeds. En dat is geweldig. Dat is fantastisch. En Petrus zegt, ja, ik hoop daarop. En dan gaat hij ook uitleggen waarom hij hoopt dat we het daar nog heel lang over zullen hebben. En toen heb ik het erover gehad, dat Petrus zegt, ik heb geen sprookjes die ik vertel. Ik vertel geen verhaaltjes, geen fabeltjes met een mooie les. Nee, ik vertel de waarheid. En er is bewijs voor. En Petrus kwam met drie bewijzen. Het eerste, zegt hij, ik was er persoonlijk bij. Ik heb het gezien. En ik heb het gehoord. Persoonlijk. En het tweede zegt hij, kijk naar alle profetieën over de Heer Jezus. Ze zijn allemaal vervuld. Het is een bewijs dat het waar is. En het derde, Petrus zei, en ik heb er mijn leven voor over. En niemand wil sterven voor een leugen. En Petrus is gestorven voor de waarheid. Nou, dat was een beetje hoofdstuk 1. Daar heb ik een paar preken over gehouden, drie geloof ik. En dan komen we nu bij hoofdstuk 2 en dan zegt hij weer, maar, en daarom leid ik het toch even in, want hij gaat weer verder. Maar, zegt hij, en dan gaat hij over tot een scherpe aanval op de dwaalleraren. En dat is eigenlijk ook het vervolg op de versen die er vlak voor staan. In 2 Petrus
1, vers 20, daar staat... Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift... een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens... maar de heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. En dat is precies waarom hij gaat waarschuwen tegen de dwaalleraars. Het is een vervolg hierop. Petrus zegt, ja, Gods woord is betrouwbaar. Gods woord is heel zorgvuldig samengesteld. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En daarom waarschuwt hij tegen dwaalleraren. En dat komt heel erg overeen met bijvoorbeeld Judas, de broer van de Heer Jezus, die ook een briefje geschreven heeft in de Bijbel. En als je dat gaat lezen, is dat bijna hetzelfde als het stuk van Petrus. Zo'nzelfde waarschuwing. Maar ook de Heer Jezus zelf heeft ons gewaarschuwd. En dat staat geschreven in Matteüs. In Matteüs 7. En ik wil dat ook graag even met u lezen. Matteüs 7 vanaf vers 15. In Matteüs 7 vanaf vers 15, daar zegt de Heer Jezus het volgende. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen. Maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van een doornenstruik of vijgen van distels... Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Want niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ernstige waarschuwing. Van de Heer Jezus, een ernstige waarschuwing van Petrus, geleid door de Heilige Geest. Dus daarom aan ons de oproep. Als je ergens een nieuwe leer hoort, vraag je af, zegt de Heer Jezus, wat zijn de vruchten? Brengt die nieuwe leer of die nieuwe spreker, brengt die eenheid of verdeeldheid? Brengt die meer trouw of ontrouw? Levert het meer liefde op of haat en drijft het de mensen uit elkaar? Zie je heiligheid of zie je losbandigheid? Zie je eerbied voor de Heere God of zie je meer God in je broekzak? Wat levert het op? Wat is de vrucht? Petrus zegt, er zullen... Naast de ware leraren, ook leraren optreden en het zijn valse leraren. En het zijn mensen die zich voordoen als goede leraren, maar ze zijn het niet. En ik zie er vandaag genoeg, lieve mensen. Ik ga ze niet opnoemen, daar waag ik me niet aan. Maar ik zie er genoeg. En Petrus roept ons op en de Heer Jezus roept ons op. Let op. Wees op je hoede, want er zullen vele valse leraren komen. Marcus, dat is ingewikkeld, zeg je misschien. Nou, dat klopt. Dat is heel ingewikkeld. Want de Heer Jezus zegt, ze zullen zelfs wonderen en tekenen doen in mijn naam, zegt Jezus. Nou, ga er maar aan staan. Ga het maar eens onderscheiden. Nou, zegt de Heer Jezus, let op de vrucht. Let op de vrucht. Want het gevolg volgens Petrus is dat deze leer die ze willen invoeren in de gemeente zal leiden tot verderf over henzelf en over degene die ze misleiden. Het woord voor verderf wat hier staat, het staat in vers 1,
is apaleia. En het betekent ondergang en vernietiging. Daarmee doelt Petrus op het gericht van God dat hen treffen zal. Is niet niks. En in vers 2, daar zegt Petrus ook, van hoofdstuk 2, 2 Petrus 2, vers 2. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. De weg van de waarheid. Petrus noemt die de weg van de waarheid. En dan heeft hij het over de rechte levenswandel. Die van gelovigen verwacht mag worden. Petrus heeft al vaak geleerd. Het is niet alleen geloven met woorden. Maar het is ook geloven met daden. Een geloof zonder daden is een dood geloof, zegt Jacobus. Zijn heftige woorden. Ik vind het zelf altijd best pittig. En als hij zegt, het is een dood geloof. Nou, ik weet niet, dood. Dat is gewoon, als je plant dood is, dan heb je er niks meer aan. Dan is het niks meer, dan gooi je hem weg. Dus wat is een dood geloof? Hoeveel geloof is dat nog? Niks. En Petrus en ook Jacobus waarschuwen ervoor. Die zeggen, geloof zonder daden is een dood geloof. Petrus heeft erop gehamerd in hoofdstuk 1. En dan heeft hij het over verderfelijke wegen. En dat is te vertalen, als je goed terugkijkt, als een losbandig leven. Een verderfelijk leven wijst ook heel vaak op seksuele zonde. Alles is genade. Alles moet maar kunnen, want het wordt toch wel gegeven. Vergeven. Het wordt allemaal toch wel vergeven. Alles is toch genade. Maak je niet zo druk. Maar genade, lieve mensen. Genade is helemaal gratis. Maar het is niet goedkoop. Het is duur betaald door onze Heer Jezus aan het kruis. Heel duur betaald, die genade. En je verloochent Jezus Christus ermee. Als je er goedkoop mee omgaat. Genade is wel gratis. Je kan het gratis ontvangen, maar je moet er niet goedkoop mee omgaan. Want je krijgt iets enorm kostbaars, iets enorm dierbaars. Al heb je gratis een puur gouden ring gekregen, dan weet je dat die heel kostbaar is. En dan ga je er niet goedkoop mee om. Dat is ook met genade. Je krijgt het gratis, maar het is een heel duur cadeau wat je krijgt. Heel duur betaald aan het kruis door de Heer Jezus. En in vers 3 zegt Petrus... En zij, die leraren, zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. We zullen ons dat zo moeten voorstellen, denk ik dan, dat de dwaalleraren hun aanhangers ertoe aanzetten om hun echt royaal te onderhouden. En ze praten ons in preken naar de mond. Ze vertellen wat je horen wil. En ze verkondigen wat jij wil horen aan een prachtige merchandise waar ze goed winst op maken. Maar deze handelswijze staat in schril contrast met wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Namelijk uit zelfopofferende liefde alles geven. Zijn leven geven. Zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. Zich helemaal geven. Petrus die schetst. Hij schetst wat er allemaal gebeurt. Hij schetst dat er geldzucht is, seksuele zonde, oneerlijkheid als kenmerk van de dwaalleraar. Maar wie zich verrijken ten koste van het evangelie, zegt hij, die zullen boeten. Hun vonnis is al in werking gezet, zegt Petrus. En Petrus geeft dan een drietal voorbeden om te laten zien dat het oordeel van God inderdaad onontkombaar is. En dan zegt hij als eerste, ja, de engelen uit Genesis die zich vermengden met de mensen, die zitten in de hel te wachten op het grote oordeel. Een oud verhaal, maar God is het niet vergeten. En hij zegt dan als tweede, Noach werd behouden, maar de hele oude wereld die verging. En hij zegt, God redt, maar hij laat ook verloren gaan. En ten derde zegt hij dan, denk aan Lot en Sodom en Gomorra. God is genadig voor Lot, halleluja. Ondanks zijn prutswerk wordt Lot rechtvaardig genoemd hier. Dat is toch bijzonder. Kijk eens naar het leven van Lot. Maar hij wordt rechtvaardig genoemd. Zo is God die ons prutser rechtvaardig wil maken en noemen.
Ja, geweldige God, zo is Hij. Zo is God. Dat Hij ons ook, als we er een rommeltje van maken, maar als we bij Hem komen, wil Hij ons rechtvaardig noemen. Door de Heer Jezus. Bijzonder. Maar God is dan wel liefde. Maar Hij is ook rechtvaardig door Sodom en Gomorra met hun verschrikkelijke ikkers verloren te laten gaan. En de hele stad ging over de kop. En dan vraag je, als je wat verder bladert, dan kom je bij vers 10 tot 19. En dan gaat Petrus aanhalen wat die dwaalleraren allemaal verkeerd doen. En daar kunnen wij ook nog wel een lesje uit leren. Want we kunnen wijzen naar de dwaalleraar, maar dan wijzen er ook vingers naar onszelf. Ik kan wijzen naar jullie vanmorgen, maar dan wijzen er nog meer vingers naar mezelf. Dus het is voor ons allemaal. Maar Petrus gaat een rijtje opnoemen. En hij begint onreine begeerte. Hij noemt 9 dingen. Onreine begeerte. Hij zegt, hun ogen zijn vol van overspel. Ze kunnen de ander niet aankijken zonder daar seksuele gedachten bij te hebben. De begeerte van de ogen heeft hen helemaal te pakken. Hun zondige ogen, zegt hij, die kennen geen rust. Hun innerlijk is vervuld van een onophoudelijke aandrang om te zondigen op seksueel gebied. En hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Hoe zit het met porno op internet? Hoe kijken wij naar de ander? Wat gaat er om in ons hoofd en in onze gedachten? Petrus zegt, ze zullen ook het gezag verachten. In 1 Petrus heb ik ooit hierover gesproken, onderwierp u omwille van de Here aan alle menselijke orde. Zijn we een voorbeeld als christen? Hoe onderwerpen wij ons aan het gezag? Laten we het aan God? Of zijn we een soort van rebel? Een rebel in de kerk? Of misschien een rebel in ons land? God heeft ons niet opgeroepen om te vechten tegen het gezag. Maar om ons eraan te onderwerpen. En Petrus schrijft dat in de tijd van Nero. Dat is een heel andere tijd dan de tijd van Rutte. Ja. En dan zegt hij, onderwerp je aan het gezag. En hij zegt, je kan het zien, de dwaalleraar doet dat niet. Die veracht het gezag. Maar wat doen wij? Ten derde zegt hij, ze zijn roekeloos en eigenzinnig. Ze zijn onnadenkend. Ze doen maar wat. Ze doen vooral wat hun goed denkt. En dan wij. Bespreken wij al onze keuzes met de Heere God? Of doen we vooral wat ons goed denkt? Zijn onze keuzes doordacht? Of zijn we vooral, we doen iets en dan denken we, hè? Ik heb er zelf ook nog wel eens last van. En dan doe je iets en dan denk je later, oh, dat was niet zo slim. En dan, ja, Heere God, help. En dan is God nog zo genadig dat Hij dat nog doet ook. Maar bespreken we onze keuzes eerst met de Heer de God? Denken we er dan eens goed over na? Maken we dan een goede keuze samen met God? Of doen we gewoon maar wat en zijn we eigenzinnig? Ten vierde zegt hij, ze lasteren. Ze spreken moedwillig kwaad over anderen om de reputatie van de ander aan te tasten. Ze tasten andermans reputatie aan. Nou, hoe praten wij over de ander die we niet mogen? Dat is interessant, ook in de kerk. Hè? Hoe spreek je over de ander die je niet zo mag? Hoe hebben we het daarover? Lasteren we de naam van een ander? Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor het regelmatig. En dat ligt soms ook op het puntje van mijn eigen tong. Het gaat zo makkelijk. Zo makkelijk om negatief te praten over die ander. Ik bedoel, Bert waarschuwde nog voor vorige week zondag. Het is zo makkelijk om dat te zeggen, hè? Dat gaan we nu ook krijgen. We krijgen nu een nieuwe wijkcoördinator erbij. En om in de poort. Dan krijgen we dus een soort duo spreken. En het zou zo makkelijk, zo zal het gaan. Ja, Mark, moet je nou toch horen die Johan, wat die nou doet, bla bla bla. En voordat je het weet, ga je mee. En Johan zal vragen, kan ik ook wel horen, nou die Mark, wat die altijd deed. Die deed altijd zo en bla bla bla. En voordat je het weet, wordt er gelasterd. En worden we tegen elkaar uitgespeeld. En gaan er ook mensen in de gemeente er eens even over hebben. En voordat je het weet zijn we namen aan het lasteren. Of ook onderling.
Ja, heb je gehoord? Op de kerngroep heeft ze net nog zo'n mooie bijbelstudie gedaan. Maar ik dacht van de week, bla bla bla. En dan gaan we. Lasteren. Dan komt hij met zwelgpartijen overdag. Wij eigenlijk gewoon zuippartijen. Nou ja, hoe gaan wij om met drinken en met alcohol? Wat doen wij? Hoe zit het met jou? En dan ten zesde, dan komt hij met bedriegerijen. Nou, oneerlijkheid ook in de kerk. Maar hoe zit het met jouw hart? We kunnen het soms makkelijk roepen, hè, over een ander. Is ook al gebeurd hier. Ja, over mensen. En daar gaan we verkeer jullie niet op aan te kijken, hoor. En we moeten ook soms uitkijken wat we zeggen. Maar hier, je moet wel opletten. Ja. Hoe we ook namen lasteren. Ik heb het hier meegemaakt op het podium in een gemeentevergadering. Dat er in een zaal iemand op zat. Je liegt! Sommigen waren er misschien bij. Ja. Maar pas op met lasteren. Want ik durf het met de hand op mijn hart te zeggen dat ik niet gelogen heb. Ben ik dan zonder zonde? Doe ik nooit dingen verkeerd? Nee hoor. Ik kan u een heleboel opnoemen. Als u het heel graag wil weten, doen we dat in een privégesprek. Maar geloof me, ik ben alleen maar een heilige. Omdat God door de ogen van de Heer Jezus naar mij kijkt. En anders ben ik nergens. Helemaal nergens. Ben ik het niet waard om hier te staan. En ben ik het niet waard om jullie vetens vast te maken. En dat is echt waar, dat meen ik. Dat zijn geen vrome praatjes. Maar let op, hoe gaan we om met bedriegerijen? Maar kijk ook naar ons eigen hart. Liegen wij? Zijn we eerlijk? En dan zegt hij ook als zevende, pas op met gelovigen verleiden. Want hij zegt, ze verleiden de gelovigen. Dat is gevaarlijk, met hun leer en hun zondige gedrag. Ja, makkelijk praten. En ook zonder gedrag makkelijk weg te praten. Met een goedkope leer. Of makkelijk praten met prosperity. Met voorspoed. Ja, als je maar in de Heer Jezus gaat geloven, dan komt alles goed. Ja, dan komt de genezing. En dan vind je je baan. En dan vind je je ideale partner. En dan komt alles goed als je Jezus gaat volgen. Voorspoedsevangelie. Iedereen zal genezen. Allemaal worden we genezen. Als je maar echt gelooft. Als je er maar in gaat staan. Worden we allemaal genezen. En ja. Weet je, je hoeft je niet zo druk te maken hoor. Over dat je nog in zonde leeft. Want alles is genade en alles is vergeven. Maak je maar geen zorgen. Maak je maar niet druk. Hij heeft het er ook nog over de hebzucht. Hij zegt, ze zijn gehaaid in het binnenharken van geld. En ook wij, de vraag aan jou en mij, kunnen we genieten van genoeg? Of willen we ook altijd maar meer? En dan haalt Petrus het voorbeeld aan van Biliam, een man met geestelijk inzicht. Alleen hij gebruikte het wat verkeerd. En hij was hebzuchtig. En dan zegt hij, God kan zelfs een ezel gebruiken om onze weg te keren. Soms zijn jullie, zegt Petrus, nog dommer dan een ezel. Ja, hij heeft scherpe woorden. En dan heeft hij het over de rechte weg verlaten als laatste. Dan zegt hij, een zondig leven leven. En dan hebben we de weg ontdekt. De waarheid ontdekt. We hebben de Heer Jezus ontdekt en we zijn op weg gegaan, maar toch verlaten we die weg weer. En hoeveel voorbeelden zijn er niet te noemen. Maar pas ook zelf op. Dat als je op de weg zit, dat je de weg niet weer verlaat. Want waar leidt die dwaalweg toe? Waar leidt de dwaalleer toe? Dat alles genade is en toch alles wel vergeeft. De dwaalleer, dat we allemaal wel in de hemel zullen komen en dat de hel niet bestaat. Die leer haalt Petrus in ieder geval hard omver.
Als het bijvoorbeeld gaat om het oordeel. Hij zegt in vers 3, het vonnis is in werking. In vers 4 heeft hij het over in de hel geworpen om daar bewaard te blijven tot het oordeel. In vers 9 zegt hij, als God de mensen in de oude wereld in de tijd van Noach niet gespaard heeft, als hij Sodom en Gomorra niet gespaard heeft, denk je dat hij dan de andere mensen straks wel zal sparen? In vers 12 zegt hij, nee, ze zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. Hij zegt in vers 14, kinderen van de vervloeking zijn het. In vers 17, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Hoe kunnen mensen prediken, de hel bestaat niet. Hoe haal je het in je hoofd? Wat heb je hier allemaal uitgeknipt als je dat gaat verkondigen? Het is een dwaalleer. Echt waar. Het is een keiharde dwaalleer. En duizenden, nee, miljoenen christenen trappen erin. En heel veel mensen denken misschien, ik hoef het niet zo nauw te nemen met God en met de Heer Jezus. Want uiteindelijk komen we er toch allemaal wel. En heel veel mensen denken, levensheiliging, ik doe mijn best. Maar ach, een beetje mijn best. Ik hoef me ook toch niet zo druk te maken. He, God is genadig. Ik hoor het mensen soms zeggen voordat ze gaan zondigen. Ik weet toch dat het niet lukt, maar gelukkig God heeft me vergeven. Alles is genade. Nou, Petrus is duidelijk, het verlaten van de rechte weg leidt tot de eeuwige dood. Nou, misschien zeg je dan, ja, ho, 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 maar wacht even, Mark, waar is nou die genade dan? Want er is toch wel genade? Oh ja, halleluja, er is genade. Hier is genade. Er is genade bij de Heer Jezus. God is genadig en God laat geen ene zondaar in de kou staan. Zijn armen zijn wijd open voor iedereen, voor ieder die gelooft. En voor ieder die gelooft is er eeuwig leven. 100% zekerheid. En er is geen zonde die hij niet vergeeft. En Gods genade en Gods liefde is altijd groter dan de grootste zonde die je maar kan doen. Halleluja. Zo is het. Want het woord van God zegt, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt ons van de meeste zonden. Nee, reinigt ons van alle zonden. Halleluja. Er is genade. We kunnen niets doen waardoor God meer of minder van ons gaat houden. Want hij zegt in zijn woord, ik hield al zoveel van je toen jij nog alles deed wat God verbood. Toen jij nog helemaal in je oude leven zat. Toen hield ik al zoveel van je dat ik mijn leven voor je heb gegeven. Dat ik mij aan een kruis liet spijkeren voor jou. Meer kan ik niet van je houden. Dus God kan niet meer van je gaan houden dan wat je doet of wat je laat. Hij houdt al oneindig veel van je. Zoveel dat hij zijn zoon ervoor liet sterven. Komen we oprecht, dan is de Heer Jezus, zoals Petrus zegt in vers 20, dan is hij onze zaligmaker, onze eeuwig gelukkigmaker. Halleluja. Maar als je die grote liefde naast je neerlegt. Iedereen naar de hemel. Maar wat als we in het hier en nu niets willen met God? Waarom moeten we dan straks voor eeuwig bij hem zijn? Het zou toch bijzonder zijn. Als we hier geen rekening willen houden met God en met onze medemens. Als we hier geen berouw willen tonen. Waarom dan straks wel? Zou het ook niet onrechtvaardig zijn als God iedereen toelaat? Moet je eens even voorstellen, hè, dat er nu een rechtszaak zou zijn met een heel ernstig vergrijp. Een verkrachting met moord. En de rechter zegt, ah, weet je, ik ben zo genadig. Ik ben zo vol liefde, zo vol vergeving, ik spreek je vrij. We zouden het hele land op zijn kop staan. We vinden alle straffen hier al te mild. Ik ook. Ja, het land zou toch op zijn kop staan, ook voor een kleine vergrijp. We zouden zeggen, ja, als je voor de rechter wil komen, dan moet hij eerlijke uitspraak doen. Maar we zeggen, als we voor de troon van God komen, dan moet hij iedereen maar in de hemel laten. Wat is dat voor belachelijke theorie? Dat gaat nergens over. En het is ook niet waar. En het is ook niet rechtvaardig. En het is ook niet zo dat God dan zonder liefde is. Nee,
Hij geeft een rechtvaardig oordeel. Is er dan geen genade? Ja, je kan dat belijden. Je kan op je knieën gaan, oprecht. En zeggen, Heer God, ik heb de grootste fout die je maar begaan kan in het leven, heb ik begaan. Zelfs moordenaars worden vergeven. Ook in de Bijbel. De moordenaar hangt aan het kruis. Er was niks meer wat hij nog kon doen om nog iets moois van zijn leven te maken. Hij was eerst nog zelfs nog een spotter. Want we lezen ook dat zij beiden Jezus bespotten. En terwijl die Jezus nog aan het bespotten was, schijnbaar ging er een knop ergens bij hem om. En begon die na te denken. En vroeg die om genade. En de Heer Jezus zegt, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Er was niks wat hij er nog voor kon doen. Behalve oprecht tot inkeer komen. Maar we moeten wel oprecht tot inkeer komen. Als we niet oprecht tot inkeer komen, kan je het niet eens aannemen. Als ik jou iets wil geven, als ik jou zeg, ik wil je 50 euro geven, jij zegt, oh, nou, mooi, kom maar. Ja, je zou wel je hand op moeten houden, anders kan ik het niet geven. Als wij Gods genade willen ontvangen, we zeggen, oh, kom maar met die genade. Kom maar op. God kan het niet geven zo, hoor. Je moet op je knieën, je moet je handen ophouden. Zeg, ik heb het nodig, Heer, die genade. Geef het me alsjeblieft. Laat je niks aanpraten door allerlei leraren. Dat God toch alles wel makkelijk vergeeft. En dat we allemaal wel in de hemel komen. Zo werkt het niet. Iets anders waar een waarschuwing voor gegeven wordt. Is als je eerst God aanneemt. Maar niet helemaal verliefd wordt op Jezus. Je blijft je eigen egoïstische leven leiden. Je praat de zonde goed. En wat dan? En wat als niet jij dat doet, maar een voorganger of een leraar? Nou, pas goed op, mensen. Laat het kwaad niet overwinnen in je leven. En weet je, niemand is zonder zonde. Er is altijd vergeving, maar we moeten wel oprecht zijn. Als we de zonde gewoon maar accepteren, als iets wat gewoon nou eenmaal zo is. En dat gaat gemakkelijk, hoor. Ik bedoel, ik hoef maar te kijken in mijn eigen omgeving, of mijn eigen kinderen, of heel dichtbij soms. En laatst had ik het er ook met iemand over. Die zei ook, en ze vinden mij soms misschien een beetje radicaal, maar toen hadden we het gewoon over samenwonen of trouwen. En iemand zegt, ja, maar iedereen woont samen in deze tijd. Ik zeg, maar wat staat er nou in het woord van God dan? Ja, maar ja, dat is gewoon in deze tijd. Ja, hoezo gewoon in deze tijd? Ik geloof het echt, lieve mensen. Als we de zonde accepteren en als we genade goedkoop maken, dan bevinden we ons op glad ijs. We moeten kijken wat het woord van God daadwerkelijk zegt. En daar moeten we ons aan vasthouden. Als we alles van de wereld meepikken, omdat God toch wel vergeeft, dan zijn we als de hond in vers 20 en verder. Want daar staat, want als ze de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heer en zalig maken Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter geweest zijn dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij nadat ze die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat er waarspreekwoord zegt, de hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel. Ja, Petrus geeft er wel bewoordingen aan. Hij zegt, de hond zit zijn kots weer op te likken. En het varken ligt weer in de modder. Weet je, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, ga dan niet willens en wetens in tegen zijn gebod. Kijk echt, wat zegt het woord van God? En als je dan een conclusie trekt, wat het woord van God zegt, denk dan niet, nou ja, maar ach. Wat maakt het uit? God vergeeft wel. Want zo makkelijk is het niet. Als je met God op weg gaat en je komt tot de conclusie dat hij iets vraagt, dan moet je het doen. En als het je niet lukt, dan ga je op je knieën en zeg je, Heer, vergeef me. En dan zegt hij, ik hou van je. Ja, dat zegt hij dan. Dan houdt hij van je. En dan krijg je een huk van hem. En dan mag je bij hem op schoot komen en dan mag je genade en vergeving ontvangen over alles. Maar je moet de Heere God wel serieus nemen. Echt serieus nemen.
God zal je genadig zijn. God zal je eeuwig leven geven. Maar pas op voor de dwaalleraren en blijf verliefd op Jezus, zodat je met vreugde je geloof mag leven. Ik lees tot slot de laatste twee versen uit de tweede Petrusbrief. Want dit is de 15e preek of zo uit de Petrusbrieven. En dan zijn we aan een einde gekomen. En als laatste twee versen zegt Petrus het volgende. U dan, geliefde. Mooi, je bent geliefd. Een geliefd kind van onze hemelse Vader. En je bent geliefd. We mogen elkaar weer zeggen, ik hou van jou. Je bent geliefd. Omdat u dit van tevoren weet, en dan zegt hij het weer. Wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar, alweer maar, hij gaat maar door. Want nu komt het tot een einde. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Want hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Ik wil graag kort bidden. Trouwe God en Vader. Ik dank u dat u tegen een ieder van ons zegt. Jij bent mijn geliefde kind. Ik schep vreugde in jou. Als we u hebben aangenomen. Als we tegen u hebben gezegd. Hier ben ik, Heer Jezus. En ik maak er een puinhoop van in mijn leven. Maar wilt u mij vergeven? Wilt u mij genadig zijn? En dank u wel, Heer Jezus, voor het offer wat u gebracht heeft aan het kruis. En Heer, ik dank u dat u dan geen zondaar in de kou laat staan. Dat iedereen die tot u komt, Heer, dat u die in de armen sluit. Dat u die vergeeft. En dat u die gratis en voor niks genade en vergeving aanbiedt. Heer, want we kunnen niks doen om dat te verdienen. Ik dank u dat u in ieder van ons de Heilige Geest wil geven. Heer, als een helper, als een trooster. Heer, zodat we het vol kunnen houden. Zodat we ons leven steeds meer kunnen heiligen. En dat we stapje voor stapje meer op u mogen gaan lijken. En ik dank u, Vader, dat u zegt, Heer, tot 70 maal. Honderden keren, duizenden keren mogen we terugkomen en vergeving ontvangen. Wat een genade. Heer, maar ik bid u dat u ons wilt helpen om daar niet goedkoop mee om te gaan. Om ons bewust te zijn dat u die genade duur betaald heeft aan het kruis. Heer, en ik bid u, Heer, dat we ook niet goedkoop zullen omgaan met uw woord, de Bijbel en met wat u van ons vraagt en wat u ons gebiedt om te doen. Heer, ik bid u dat we niet goedkoop zullen omgaan met het eeuwige leven wat u ons gegeven heeft. Maar dat we het als een schat zullen bewaren. Heere, dank u wel. Heere, dat u ons zo'n grote schat gegeven heeft. En ik bid dat we die kostbare schat goed bewaren. Heere, en dat we anderen erop mogen wijzen. Dat ook zij hem ontvangen mogen. Helemaal gratis en voor niets. Heere, en geef ons door uw geest. Echt de ogen, de oren, de wijsheid. Om uw woord te verstaan. En om ook te zien, Heere, wat de waarheid is. Wat u ons leert in uw woord. En help ons te onderkennen als we zelf een eigen dwaalleer uit uw woord halen. Of als anderen ons een dwaalleer vertellen. Heere, bewaar ons daarvoor. Bewaar mij daarvoor. En help ons, help mij, om echt uw waarheid te spreken. Heere, en ik dank u dat u dat wilt doen. Heere, ik dank u voor wie u bent. Heere, dank u wel dat u onze zaligmaker bent, Heere Jezus. Onze eeuwig gelukkig maken. Dank u wel, Heere, dat we straks mogen zijn in uw eeuwige heerlijkheid. En dank u wel, Heere, voor alles wat u ons geven wilt. En dat u ons wilt doen groeien. In de genade en in de kennis van u. Heere, we prijzen uw naam voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie graag de zegen meegeven. En ik wil dat nog één keer doen met woorden van Petrus uit 1 Petrus 5. En daar zegt hij tegen u, tegen mij, tegen ons allemaal.
Daar zegt hij, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. In voor- of tegenspoed aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik
We zingen samen ons laatste nummer, Zegenkroon. Het gaat erover dat God altijd voor ons zal blijven strijden en dat hij alles voor ons heeft gedaan. Voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, hier u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Maar uw grootheid wordt wil ik knielen voor uw troon, waar u bent verstilt de onrust, want u draagt uw zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Tot u ons vond en geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn Praise the beat.
Ja, we gaan afsluiten. Mark, dankjewel voor wat je met ons wilde delen. En niet Mark's woorden, maar de woorden van Petrus. En door Petrus heen de woorden van de Heer God. En best wel woorden om even goed over na te denken. En ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, daar moet ik nog wel even op studeren. Misschien was het recht in uw gezicht. En confronteert het u nu direct al? Of misschien is het iets waar u mee naar huis wilt nemen en over na moet denken. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe zit dat in mijn leven? Hoe word ik daarop aangesproken? Ik kan altijd makkelijk kijken naar anderen. Maar nu worden we gevraagd om naar ons eigen hart te kijken. En wat speelt daar en hoe zit dat daar en hoe doe ik dat? Ik kan me voorstellen dat u daarover na moet denken zelf. Maar misschien wilt u daar ook graag met iemand eens over doorpraten. Nou, dat kan. Als het goed is, verschijnen er contactgegevens in beeld. Neem contact met ons op. Via de telefoon, via de e-mail, op welke manier dan ook, zoek ons op. Hier in het missiecentrum zijn we geregeld. Maak daar gebruik van. Praat erover. Laten we samen zoeken naar manieren om de puinhopen uit je leven, de sores waar je tegenaan loopt, de verleidingen waar je iedere keer weer intrapt, om die op te ruimen en weg te werken. Want het is niet nodig om erin te blijven leven, maar het is zo gemakkelijk en zo verleidelijk. Misschien bent u hier vanmorgen nu bij ons in de zaal en zegt u, ja, ik wil daar eigenlijk nu wel over doorpraten. Ik zou daar nu graag over willen bidden, over wat er vanmorgen gezegd is, maar misschien ook over iets anders wat er speelt in uw leven. Maak daar gebruik van. Er zijn mensen die met u willen bidden. Dus als u linksachter in de zaal, of voor mij links, daar staan mensen straks om met u te bidden. Maak daar gebruik van. Over geestelijke dingen, ook over praktische dingen willen we u graag helpen. Dus we geloven niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dus als u zegt, help ons alsjeblieft, want wij hebben praktische hulp nodig, dan helpen we u ook daar graag mee. Neem contact met ons op. Ik wil u bedanken voor uw komst. Het was goed om hier samen te zijn. Het was scherp en pittig, maar het zet ons ook aan het denken. En ik hoop dat het u, net als mij, dichter bij de Heer God brengt en onze relatie met de Heer God versterkt. Heb ik nog één laatste pittige mededeling. Normaal gesproken zou ik nu aan u zeggen, een goede reis naar huis, maar neem nog even de tijd om te genieten van een kopje koffie of thee. Maar de koffieautomaat is stuk. Dus ik stuur u naar huis met een rugzak vol met zware boodschappen om over na te denken en zonder koffie. Maar dan wens ik u wel een hele gezegende week. En dan hoop ik u volgende week hier weer te zien. En dan hoop ik dat dan de koffieautomaat ook weer goed is. En dan nemen we ook dan de tijd om samen de Heer God groot te maken. Dank voor uw aanwezigheid en een hele gezegende week.